De zelfrijdende auto, dat kennen we nu wel een beetje. Maar de vliegende auto lijkt altijd nog wel een fantasietje van professor Barrabas uit Suske en Wiske. Toch bestaat die al gewoon. Bijna. En er wordt gemaakt in Nederland. Ik ben benieuwd, krijg je dan bij je rijexamen in de toekomst bijzondere verrichtingen als bochtje achteruit vliegen, van bovenaf inparkeren, keren op een smalle luchtstrook? We gaan zien. Autorijden geeft een heerlijk gevoel van vrijheid, behalve als je in de file staat. Ik denk dat bijna iedereen er wel eens over gefantaseerd heeft, wat als je nu zou kunnen opstijgen en overheen vliegen. Nou, dat kan nu! Nederland heeft de afgelopen decennia wereldwijd erkenning gekregen voor zijn doorbraken op het gebied van technologie en producttechniek. En dat wordt nog eens bevestigd met de komst van 's werelds eerste legale vliegende auto. De creatie van dit baanbrekende voertuig begon allemaal met een droom van oprichter en CEO Robert Dingemansen. Nu, 20 jaar later, is zijn stoutste fantasie werkelijkheid geworden. Want in de Paul IV-fabriek in Raamsdonksveer werken 160 mensen elke dag om het eerste goedgekeurde prototype vleugels te geven. Wauw, ongelooflijk. Daar staan ze dan. Dat klopt, ja. Dit zijn ze. Kleine wereldwonderen. Kleine wereldwonderen. Ik denk dat iedereen wel heeft zitten fantaseren over vliegende auto's. Science fiction films wordt het in benoemd. Boeken staan er vol mee. Het is echt een jongensdroom. Maar jullie doen het gewoon. Waar begin je zoiets? Je begint zoiets een beetje uit toch een beetje gek zijn. Dus je gaat iets heel nieuws doen waarvan de meeste mensen zeggen dat kan natuurlijk niet. En zo zijn wij hier ook bezig. Maar ja, ze staan hier, dus het kan echt. En je begint natuurlijk vanuit een basisbehoefte. Mobiliteit. Ja. Mensen willen van A naar B en vliegen is eigenlijk heel onhandige mobiliteit. Want je gaat van een punt weg waar je niet wil vertrekken naar een punt waar je niet wil zijn. Ja. Hiermee ga je van elke deur naar elke deur. Vliegend, rijdend, ultimate freedom. Inmiddels hebben jullie met je visie al ontzettend veel investeringen binnengekregen en is het project ook daadwerkelijk van de grond gekomen. Klopt, ja. Het is een heel serieus bedrijf met meer dan 150 man aan het werk. Ze staan hier, we hebben klanten aan het trainen, dus ja... Van die droom, startend met een man of 10, zijn we nu een heel serieus bedrijf. En een beetje bekend op wereldschaal inmiddels. De Paul IV is een tweezits vliegende auto die slechts 664 kilo weegt. Dit is voornamelijk te danken aan het gebruik van het beste en lichtste materiaal dat de auto- en luchtvaartindustrie te bieden heeft. Gecombineerd met zijn 100 pk vermogen levert dat een topsnelheid op van 160 km per uur... zowel op de weg als in de lucht. En met een actieradius van meer dan 1300 kilometer in de automodus en 500 kilometer in de vliegmodus is je favoriete bestemming binnenkort dichterbij dan ooit. Waarom nu nog niet? Tja, een voertuig dat twee dingen kan, doet er helaas ook twee keer zo lang over om goedgekeurd te worden. Hier is het dus allemaal mee begonnen. Ja, dat klopt. Hier, man, eens kijken. Maar kan ik erin zitten? Ja, ga zitten. Ja. Dit is dus een proof of concept. Maar wat komt er allemaal bij kijken om een voertuig te hebben wat zowel over land mag als in de lucht? Ja, kijk, de devil is in de detail. En dat blijkt ook altijd maar weer. Dus een proof of concept is 20% van het werk. Maar daarna komt nog 80% van het werk om het echt allemaal goed te krijgen. Op de weg werkt het zo. Jij maakt het goed. Je gaat naar de autoriteit en hij zegt, volgens ons is dit goed. En ze doen er een weekje over om dat te checken en dan ben je gecertificeerd. Maar in de lucht? In de lucht is dan een proces van 1 jaar of 10. En wij zitten in de laatste, zeg je, ja, 1 à 2 jaar van die periode. En dan ben je met de autoriteiten zeer gedetailleerd van elk onderdeel aan het bewijzen dat het voldoet. En dan moet je je voorstellen dat er zo'n 1500 tot 2000 handtekeningen gezet worden op allerlei deelcertificaten. Voordat je het later stuk gaat doen. En dat is dan demonstratievliegen van het totale toestel. Dus als ik het goed begrijp, de twee Paul IV's die we zojuist gezien hebben zitten in hun laatste fase van certificering. Daardoor mogen ze nog niet de lucht in. Klopt helemaal, ja. Dat laatste stukje, het vliegen, is het laatste onderdeel van de hele certificeringsperiode. Dus die mogen nog niet met klanten de lucht in. Maar hij is wel al volledig gecertificeerd in Europa voor de weg. En ook
dat geldt al in 53 andere landen in de wereld. En dat doen we ook. Dus we kunnen er een stukje mee rijden? Ja, we rijden er heel Europa mee door. En het is echt waanzinnig om dan bijvoorbeeld de London Bridge over te zien rijden. Of langs de Keulse Dom of langs de Eiffeltoren. En dat hebben we allemaal al meegemaakt. Voor het meest stabiele vlieggedrag en de veiligst mogelijke landing hebben vliegtuigen 3 wielen en een hoog zwaartepunt. Op de weg is goede stabiliteit echter alleen mogelijk met 4 wielen en een laag zwaartepunt. Om dit probleem op te lossen hebben ze bij Paul V iets briljants bedacht. Een bodylift systeem. Hiermee kan het voertuig zijn zwaartepunt aanpassen aan de modus waarin het zich bevindt. Als de wieken van de hoofdrotor zijn ingeklapt, het staartstuk naar binnen is geschoven en de Paul V in zijn lage stand is gezet, rest er nog maar één ding om er lekker mee te rijden. Gas geven. De startknop. Wow. Ik voel me wel een beetje Tom Cruise in Top Gun. Nee, nou ja, maar dat is, ja. Dat is waar we het voor doen. Ja. En rijdt hij ook net zo makkelijk als een auto? Nee, het is ietsjes ruwer, ietsjes primair. Er zit geen stuurbekrachtiging op, dus je bent echt weer ouderwets aan het rijden. Want die man rijdt een beetje als een raceauto. Een grote frustratie van vliegen is dat je altijd reistijd verliest naar een vliegveld, daar lang moet wachten en vervolgens op de terugweg hetzelfde moet doen. De Brabantse fabrikant van vliegende auto's maakt daar een einde aan door het voertuig zo compact mogelijk te maken. Zo kun je naar een vergadering in de stad rijden en gewoon parkeren in een parkeergarage. Om vervolgens ergens op een open veld in de buurt weer op te stijgen naar je bescheiden buitenverblijf aan de andere kant van het land. Met de Paul V hoef je je nooit meer te vervelen in de file. Tenzij er natuurlijk zoveel Paul V's rondvliegen dat er files in de lucht ontstaan. Dit is nu nog een prototype. Wanneer komen de eerste van de band? De eerste, we gaan begin 2024 gaan naar de eerste klanten uitgeleverd worden. Ja. Echt waar, zo snel ja, al? Ja, ja, ja. Dus we hebben al een grote orderportefeuille, ook in Nederland al. We hebben al bijna 70 verkocht in Nederland, dat hadden we nooit verwacht. Wow. Maar er is een enorm animo inderdaad om die combinatie van het rijden en het vliegen. En ja, er zijn vele mensen die toch wel dat pilotenzaadje, dat kleine toppuntzaadje in de hart hebben. En dat, proberen wij wat te voeden. Dat klinkt als een vliegende start als een starter. Ja, nou ja, dat, ja, we zijn er heel blij mee. Het is hard voor gewerkt. Ja. Het bedrijf bestaat al 13 jaar, maar dat de technologie zover is om het nu voor elkaar te krijgen en dat ook in Nederland, want dat wordt de eerste officiële vliegende auto waar men eigenlijk al 100 jaar van droomt. Ja. Ja, dat is prachtig om daar onderdeel van te mogen zijn.